We staan hier naar de wedstrijd, thriller kan ik beter zeggen, Pinoquet Dames 1 tegen Groningen met Frederik Malevason. Ja, wat een thriller, vertel maar. Ja, ik sta een beetje met veel teleurstelling, moet ik zeggen. Het is gewoon balen, we staan 3-2 voor en je krijgt nog 5 corners tegen op het eind, corner naar corner. Volgens mij was er eentje hoog op het bovenbeen. Maar goed, het kan gebeuren en uiteindelijk gaat hij erin in de laatste seconde. Dus het is gewoon kut. Nou, de eerste helft leek eigenlijk wel een beetje een opwarming. En vanaf de tweede helft pakten jullie hem op. Ja. Nee, de eerste helft, ik denk dat we het goede gevoel van vrijdag wilden meenemen tegen Amsterdam. Toen hebben we echt een goede pot gespeeld. Maar de hele eerste helft waren we niet onszelf. Was niet goed genoeg. Ik denk dat in het derde kwart ging het een beetje lopen. Maar creëerde wat kansen, wat corners. Maar het was gewoon niet goed genoeg vandaag. En een duidelijk vernieuwd Pinoquet Dames 1 met heel veel versterking. Zeker. Ook heel veel positiviteit eigenlijk, zeker. Dat zie je ook eigenlijk in jullie. Wat verwacht je voor de rest een beetje? Ik denk dat we echt wel leuk mee kunnen hopen. En ik denk ook dat we nog heel veel punten gaan pakken. Dus vandaag, misschien omdat het dubbelweekend was, op zich had Groningen er ook last van. Maar vandaag was het niet goed genoeg. Volgende week kop omhoog, eigenlijk vanaf morgen weer. En dan gaan we ervoor. Ik denk dat we echt nog wel punten gaan pakken. Ik denk dat jullie zeker kunnen laten zien waar je staat. Want zeker. Het is een heel ander seizoen. Ja. Dat geldt ook voor alle andere teams. Ja. Dat is ook echt wel te zien. Dus ik wens je heel erg veel succes verder. Dank je wel voor je tijd.